Deze beelden worden mogelijk gemaakt door Omroep Venlo. Ja, hoe is natuurlijk de eerste wedstrijd voor jou van het seizoen? Ook direct de eerste nederlaag voor VVV. Ja, het zal geen verband hebben natuurlijk, maar dan sta je natuurlijk met een klote gevoel toch wel, lijkt me. Ja, tuurlijk. Ik had het liever anders gewild. Want, ik had liever de 3 punten. Maar helaas is dat niet zo. Je komt zelf de tweede helft in de ploeg, na lange tijd blessure. Dat moet wel lekker zijn. Ja, zeker weten. Ik ben er nu 6 weken uit. Dat ik nu minuten kan pakken is lekker voor mezelf. Maar ik had liever gewonnen vandaag. Wat vond je van de wedstrijd? Waarom ontbrak het dan? Ik denk dat wij... Kijk, vorige week hadden we echt de overtuiging. En we hadden het lef om te voetballen. En dat miste denk ik vandaag bij ons. Alleen de lef? Ja, vertrouwen. De jongens durfden waarschijnlijk. Ik weet niet wat het was, wat ze voelden in het veld. Maar ik zag niet echt een ploeg die wou voetballen en die wou winnen vandaag. Is het iets wat je de ploeg kwalijk kunt nemen? Ja, tuurlijk. Kijk, iedereen moet in de spiegel kijken en volgende week beter gaan doen. Want kijk, als je kijkt naar vorige week, was de wereld van verschil met vandaag. En dat is gewoon jammer. Je komt er zelf in. Is het moeilijk om dan zo in te vallen in een ploeg die niet draait? Ja, het was heel lastig. Ik vond de veld ook heel groot. Het middenveld was echt heel groot. Ik was eigenlijk aan het zwemmen. En het was heel lastig invallen. Ik heb mijn best gedaan. En, ja, helaas. Hoe zwaar was het fysiek? Ja, ik voel me wel een beetje zwaar, moet ik zeggen. Maar het heeft ook tijd nodig. 6 weken is best wel lang, maar het komt wel goed. En nu is de vraag natuurlijk, jouw eerste wedstrijd van het seizoen. Het zou zomaar ook je laatste kunnen zijn. Je zit een beetje te aanzien op het transfer. Je zou graag naar een andere club willen. Hoe staat het ervoor? Ja, ik ben nog steeds hier en ik ben nog steeds speler van VVV. Ik kan daar niks over zeggen eigenlijk. We zien het wel. Speelt er iets? Er was interesse uit Turkije, zo konden we lezen. Maar is er iets concreet op het moment? Ik heb zelf niks gehoord, dus ik focus me gewoon op VVV nu. En dan zien we het wel. Ja, hoe groot acht je de kans dat je gewoon het seizoen afmaakt hier? Ja, die kans is wel groot dat ik hier blijf. Goed zo, dankjewel. Trainer, je wilde vandaag gebruiken om de directe concurrent, dat Sparta toch eerst op 5 punten te zetten. Het kwam er niet uit. Nee, het klopt. Dat mag je wel stellen. Ik denk dat het van onze kant, ik denk zelfs ook van Sparta, gewoon geen echte goede wedstrijd was. Eigenlijk bij ons van begin af aan. Zeker een begin. Daarna herstel je dat wel enigszins. En dan is het jammer dat je vlak voor rust, dat het doelpunt van ons, al dan niet buitenspel. Het zal wel buitenspel zijn. Dat is dan jammer. Dan moet je misschien ook een gelukje hebben om juist echt in die wedstrijd te komen. Want ik denk... Op dat moment, als je deze goal maakt, als dat een doelpunt kan zijn, dan ligt de druk bij Sparta. Want ik vond ook Sparta niet goed spelen. Dat is eigenlijk gewoon een wedstrijd die, waarvan je moet zeggen, degene die scoort, die zou wel eens heel ver kunnen komen. Het is natuurlijk wel heel vervelend en ook echt gewoon heel slecht van ons dat in een corner van ons gebeurt. Waarbij je ook van tevoren hebt aangegeven, ze houden 2 spelers voorin. En desondanks weten ze uit een corner van ons een counter te plaatsen. Maar ja, als je ziet wat dan gebeurt, dat is natuurlijk heel erg slecht. En dan kom je op 1-0 achter en dan zie je gewoon dat het bij ons nog steeds nerveuzer gaat worden. En men wil wel, maar kan niet meer. Dan hoop je nog op een bevlieging van een speler of op het laatste ook op een 1-tegen-1 situatie. Maar goed, dan weet je ook heel vaak dat de tegenstander daar vaak nog eerder gebruik van maakt dan jezelf. En dat kon je ook zien, want Sparta had ook nog 2-0 kunnen maken. Ja goed, het was zeker niet goed vandaag. Vandaag niet erbij Uchenov voor. Ja, dan worden toch wat dunnetjes voorin. Je moest in de slotfase zelfs Balkenstein naar voren brengen. Ja, dat mis je wel vandaag. Nou ja, als jij in principe 1 spits in je selectie hebt, dan is dat bitter weinig. Aan de andere kant had ik zoiets, is het logisch dat je op het einde van bank gaat spelen en probeert een extra speler voorin te gooien. En, ja goed, en met Pim heb je dan toch wat lengte. Ja, goed, dan ga je ook echt wel gokken. En dan weet je ook nooit precies hoe dat gaat aflopen, maar je hebt altijd het gevoel dat je wat moet proberen te forceren. En dat hebben we ook gedaan en dat is helaas niet gelukt. Rijko Maas speelde niet heel sterk, was wat ongelukkig in zijn acties. Dan mis je toch ook een Nofor die er dan niet bij is, met name na zo'n week natuurlijk. Nou ja, goed, Uche is er niet bij en dan moeten anderen dat oppakken. En ik blijf zeggen, ik ben het niet met jou eens dat Rijko Maas niet goed gespeeld heeft. Ik denk dat hij juist behoorlijk gespeeld heeft, alleen in de eindfase komt hij niet. En dat heeft niet altijd met Prins te maken. Ik denk dat wij, en dat is wel iets waar ik...
teleurgesteld over ben vandaag is dat wij gewoon veel te weinig initiatief genomen hebben. En dat wij ook veel te weinig kansen afgedwongen hebben. Want ja goed, als je nog kansen krijgt en je maakt ze dan niet, dan zeg je oké, dan kun je daar iets van zeggen. Maar ik denk dat als je het dan over Prins hebt, dat hij ook niet echt in de gelegenheid is geweest. Die ene keer dat hij er staat, ja dan maakt hij hem ook. Ja goed, en dat is helaas dan vanuit buitenspel. Dus ik vind, ik vind ergens dat Prins wat mij betreft vandaag een naar omstandigheden prima prestatie heeft geleverd. Ik denk niet dat hij veel balverlies heeft gehad en dat hij heeft geprobeerd het spel te verleggen. Alleen, ja nogmaals, er zal ook een keer een goede bal moeten komen die hij kan afmaken. En daar zit volgens mij iets meer het probleem. Nou was het de wedstrijd vorige week was weer een wereld van verschil met die wedstrijd ervoor. De wedstrijd tegen Willem II was een wereld van verschil met de wedstrijd tegen Eindhoven. Vandaag was het weer een wereld van verschil ten opzichte van vorige week. Kun je die wisselvalligheid verklaren? Nou ja, niet echt, maar ik denk, zeker nu niet. Ik denk dat je daar weer de beelden van moet nemen. Het is wel heel opvallend dat we nog te zeer ups en downs hebben, laten we het zo maar zeggen. Ja, goed. Als je een ploeg wilt zijn die bovenin wil meedraaien, dan zul je wel wat meer constante moeten hebben. Het is nu even 1, 2, 3 niet te verklaren. Want ik heb vandaag ook wel wat dingen gezien waar ik denk van ja god jongens, ik dacht dat we verder waren. Hè. Met name wat je vorige week had, dat je denkt van nou, er staan kerels op het veld. Nou, dat heb ik vandaag een heel stuk minder gezien. Met name in het initiatief nemen, in het lef hebben en gewoon het durven te voetballen. Kijk, dat Sparta kansen kreeg, nou oké, dat kan. En dat viel eigenlijk ook wel mee, behalve het laatste stukje. Maar dat je zelf gewoon zo weinig aan het voetballen komt en zo weinig initiatief neemt, dan hadden we verwacht dat we iets meer, dat we iets verder waren. Dat is niet het geval, dus daar zullen we hard aan moeten werken. Tot slot, laatste vraag, eventjes over de scheidsrechter. 6 gele kaarten deze wedstrijd. Vond je het een harde wedstrijd? Volgens mij niet. Onterecht dus, lijkt me. Je pakte zelf met jouw ploeg 4. Ja goed, het zijn vaak optelsommen. Ik bedoel, de scheidsrechter die meent bij een bepaalde overtreding een kaart te moeten geven. Ja. Ik denk niet dat als je het aantal kaarten ziet, dan denk je dat het een onfaire wedstrijd geweest. Maar ik denk dat het geen onfaire wedstrijd is geweest. Ik denk wel dat het symptomatisch is van hoe je zelf in de wedstrijd zit. En dan krijg je ook dat soort gele kaarten. Want er zijn er ook gewoon een aantal voorkomen terecht. Maar dat heb je dan ook zelf aangedaan. Dus. Goed zo, dankjewel.